Aan de rand van een klein dorp op de Veluwe ligt een tuin waar het ontwerp is gebaseerd op het mediterrane leven. We staan hier bij een woning midden op de Veluwe. En de grap is, als je hier bent, voel je geen Veluwe, maar je voelt alleen maar Mediterrane Italië. En die wereld waar ik nu stop is die grens tussen die binnentuin en de kopse kant van de tuin. Die binnentuin die hebben we ook sterk gemaakt door met veel hoogteverschillen te werken. Door met middenhoge producten te werken, met wat hogere producten, maar geen afgesloten geheel. Je moet er overheen kunnen kijken. De muur die we erachter hebben gezet meandert van links naar rechts door die tuin. Om ook weer die eindeloosheid neer te zetten en dat karakter van die Mediterranee te laten zien. En ook hier in die kopse kant van de woning hebben we gekozen voor symmetrieën. En die symmetrieën zijn eigenlijk weer gemaakt om die binnentuin zoveel mogelijk accent te geven. Ik sta hier exact in de as. Hier hebben we gekozen voor een hele mooie waterlijn. Door het middel van de verlichting is dit 's avonds interessant, is dit overdag interessant, geeft een bepaalde koeling. En ik heb hiermee eigenlijk een soort Mediterrane plein gecreëerd. Ik kom nu via de voortuin de binnentuin binnen. Ik heb ervoor gekozen om hier glooiingen met grond te maken die heel puur en Mediterrane te beplanten. Kleurstellingen van grond, kleurstellingen van bomen. Dat samen zorgt ervoor dat je mooi ingepakt zit en dat de samenhang van die sfeer blijft kloppen. Aan de achterkant van de woning wordt actief geleefd. Hier is de veranda. En vanuit de veranda heb ik ervoor gekozen om het zwembad daar kort bij te leggen. Om het actieve leven te concentreren. Ook weer in het plein. Ook die haag is weer heel Mediterrane. Waardoor die sfeer ook weer sterk en kloppend blijft.